welkom. Van harte welkom. Goedemorgen Maarten. Goedemorgen allemaal. Mijn hart zit ongeveer hier. Do facts matter. Do facts matter. Do facts matter. Ja, dat vraagteken zou wat mij betreft gewoon natuurlijk weg moeten. Ja, uiteraard natuurlijk. En ook zeker nu. Dus we kunnen de wind niet controleren. Er zijn onzekerheden. Maar wel onze zeilen. Ja, we hebben veel feiten. Dat we de feiten niet weten of zelfs zeer beperkt weten. Eén ding weten we zeker. Feiten hebben maar een beperkte invloed op onze keuze. Buiten gaat het in de toekomst anders. Want kennis die niet gebruikt wordt, die heeft weinig waarde. Maar we moeten ook beslissingen nemen. Maar je moet wel aan de bak. Dat betekent dat je je gaat voorbereiden. Goed voorbereid zijn. Met goede feitelijke kennis. Prepare and adapt. De weg ernaartoe. Want het gaat er niet om wat je weet. Het gaat erom wat je doet met dat weten. Daar gaat het dus om. Wij maken dagelijks keuzes in het werk wat we doen. Hoe kom je nou tot het beste besluit? En dat is interessant. Wat voor waterschap wil je zijn? Hoe is het zover gekomen? Tijd die vraagt om keuze. Maar we zitten nou eenmaal vast. Oh, maar ik word hierop afgerekend. Wat is het systeem wat hierachter zit? Laat je niet te veel leiden door Europa. Brussel rekent ons af op. Hoe kom ik daaruit? Hoeveel moeite kost om iets op de agenda te zetten? Je moet wel anders gaan werken ook. De complexe problemen samenhangen met andere terreinen. Het gaat niet meer alleen over water. Is dat wel van ons? Het klimaat verandert. Maar daar heb je ook andere partijen bij nodig. Kan je niet alleen? Maakt het best wel complex. Aha, nu moeten we serieuze keuzes gaan maken. Dan krijg je ook hele andere keuzes. Dat zou heel mooi zijn. Krijg je een hele andere rol als waterschap in die onzekerheid. Precies. Ja. COVID gaat over feiten. De feiten spelen een hele belangrijke rol in deze crisis. Hoe je naar de problemen kijkt. De metingen van COVID-19 in rioolwater. En wat betekenen nou al deze cijfers? Oké, dan heb je dat dashboard en wat dan? Een verhalend inzicht. De eerste lockdown met eigenlijk verrekte weinig feiten. Nice to know. De tweede lockdown, heel veel feiten. Maar wat heb je echt nodig? Misschien onder het mom van duidelijk, maar die eigenlijk de feiten een klein beetje verdraait. En heel veel onderwerpen waar het waterschap mee te maken heeft, dat zijn allemaal onderwerpen die voor lange termijn gelden, of voor ons allemaal, of voor het milieu, of voor de duurzaamheid. Ja, en dan zijn feiten en kennis misschien niet de meest handige manier om dat uit te lokken, die keuzes. Wij gaan luisteren naar Pecha Kucha's 20 slides die elk 20 seconden voorstaan. Een goed verhaal is voor veel mensen belangrijker dan de feiten. Was kennis, was onze vorm om te overleven. En het is ook goed om te realiseren dat we eigenlijk ook zelf allemaal een rupsje nooit genoeg zijn. Nou, en naast dat leren en innoveren werken we ook aan verbinden. Wat daarbij heel belangrijk is om met elkaar in verbinding te blijven. Kennis delen, hoe dan het gesprek? Kennis delen is gewoon mensenwerk, hè? Dus we willen graag vertrouwen met elkaar. Maar wat ligt er aan te grondslag? Het moment van de moeite noemde hij dat. De vorm is wel heel belangrijk. Of kennis op zich is natuurlijk geen doel, maar die gebruiken we ergens voor. Dus dan hebben we eigenlijk een trits, kennis, houding, gedrag, aan de slag. Nee, die hebben we niet. Oh, duizelt het inmiddels? Die hebben we alleen voor bewuste keuzes. We maken een onderscheid hierbij tussen, even voor het gemak, tussen de known unknowns en de unknown unknowns. Het is even stil. Ja, het duizelt. Niet eens weten wat we niet weten, dat is nog veel erger. Datgene wat je niet kan beïnvloeden. Dank voor een hele inspirerende dag. Ik was onder de indruk van de inhoudelijke kennis die daar met elkaar gedeeld werd. Het uitwisselen, het verbinden, de nieuwsgierigheid die voorop stond. Wie had dat nou gedacht? Ik niet in ieder geval. En laten we kijken op welke manier we hier een vervolg aan kunnen geven. Van wat ga je hier nou vervolgens mee doen? En een applaus voor de organisatie. Graag gedaan. Dank. Dit was Do Facts Matter op 4 februari 2021. Een fijne avond.